De Nacht van de Nacht, bedoeld om de lichtvervuiling onder de aandacht te brengen, werd bij het Natuurhuis in Almelo gevierd met een diner bij kaarslicht en een speurtocht om de zintuigen te beproeven. Door het Doelpark in het stikke donker, door Ivienne en Astrona. Hoe is het hier, Liedewij? Ja, heel gezellig en donker, dat is ook eens een keer wat anders, hè? Ja. Hoe is het eten? Ja, lekker. Ja, veel groenten van die hier in de moestuin gegroeid is. Mm-hmm. En van het seizoen ook, pompoenen en zo. Ik geloof dat er wel 3 bakken waren met pompoen erbij. En dat vind ik toevallig heel erg lekker, dus dat komt goed uit. Kwam goed uit, hè? Ja. Voor herhaling vatbaar? Wat zeg je? Voor herhaling vatbaar? Ja, voor herhaling vatbaar, ja. Ja. Jorien en Kreuk ook een prinses? Ja, zeker. Ja. Dus als het de tour begint, dan krijgen ze een stempelkaart waarop ze de stempels kunnen verzamelen die overal in het park krijgen. En als ze die inleveren, dan krijgen ze vogels op het schoolplein. En dan kunnen ze de vogels herkennen. Soms dacht hij even aan de beukennotenmoes of aan de verjaardag van de Torp. Maar hij miste de mier nog en hij kon die gedachten niet tegenhouden. Was er maar een lange voorpoot in de lucht, dacht hij. Een lange poot die hij zo kon pakken en die hij nog kon gebruiken om iets dat ver weg was te pakken. In gedachten zag hij die lange voorpoot al voor zich en zag hij ook de mier ergens opgeruld in een holletje van een boom liggen. Nou, jullie hebben allemaal een sterrenbeeld. En nou hebben we hier 3 sterrenhemels. En dan moeten jullie eens gaan kijken of je jouw sterrenbeeld kunt vinden. Heb ik dat gewoon nog? Ja. En die had een grote beer. Die had ik. Ja. Nou, kijk, die grote beer, dat is die steelpan. Maar daar zit eigenlijk veel meer aan vast. Wie durfde kon in het pikke donker met de kano's van Ruud de Jong naar Café België peddelen en Neptunus ontmoeten. Leuk, hè? Ja, het is wel een beetje voelend, maar wel heel. Nou, wat vond jij ervan? Nee. Zeg je? Nee. Het is niet spannend. Ik vond het wel een beetje spannend. Klein beetje spannend, ja. En nat zeker, hè? Nou, dat maakt ook niet uit hier. Daar is hij niet zo bang voor. Hey, weet je, dan doen we nog eens haar. Komt er nog meer aan? Waar is mijn staf? Ik ben mijn staf kwijt. Ik ga mijn staf zoeken in het water. Heb jij mijn staf? Op de kano. Daarom is het licht uit. Dan zie ik de stad wat beter, want ik geef licht.